Goed, dames en heren, stralende omstandigheden. Gaan we ons opmaken voor de laatste finale dit vandaag. Voor dit Nederlands kampioenschap voor clubs. En ik wil graag van u allemaal een davend applaus voor de organiserende club Fietscrossvereniging in Uurstedt Schijndel. Voor zover ik het hier vandaag gezien, hebben jullie het allemaal fantastisch geregeld, Schijndel. En mijn complimenten, en aan u, dames en heren, natuurlijk ook allemaal uw complimenten voor uw enthousiasme. Ik vraag nog één keer om de handen op elkaar te doen voor de finalisten die hier staan. Klasse Junior Man staan aan het starthek. En dat zijn natuurlijk de toppers, waar we binnenkort nog heel veel plezier aan gaan beleven. Voor Fiskus Club Ammerzooien staat daar Ronnie van Hassel. Fietsersvereniging Vogel, Giel Klaassen. Voor de wheelies en baren, volgende week zijn we daar te gast voor het NK, Pim de Jong. Voor DVO Haaksbergen, Jeffrey Koenderink. Voor DVO Haaksbergen, Jeffrey Koenderink. Goed, dan gaan we naar Schijndel, fietscrossvereniging in Eursen, dus daar verwacht ik wat spektakel van. Remco Verhagen. Voor fietscrossvereniging Dream Team, Michael van Dam. En last but not least, voor Valkenswaard Liondoor, Joy van den Boom. Dan nog even een eervolle vermelding voor de fietsersclub Nuland. Fantastisch waren jullie als publiek. Succes mannen. Onderweg zijn we met de Junior Man categorie. En wie is goed weg? Het is Pim de Jong van de Wiesel Baren die heel goed weg is. Hij is dus eerst weg. Ronnie van Arsel is ook goed weg. Zit er heel goed bij. Dat is ook even kijken. Wie zit er dan weer goed bij? Ik dacht al de deurtrappers, maar dat is niet waar. Die hebben er niet bij zitten. Dat moet dan Volkel zijn. Giel Klaas inderdaad, 203. Dankjewel Willem. En Giel Volkel is ook inderdaad de man die daar nog aanspraken maakt op de eerste plaats. Die verlangt worden genomen is Pim de Jong. Pim de Jong van de Wiesel gaat hier aan de leiding. Daarachter inderdaad de 203 Giel Klaassen. En daar weer achter is het voor Dream Team Michael van Dam. Dat zijn de eerste drie. Dan is er nog een gaatje. Dan is het Ronnie van Arsel op de vierde plaats. Maar daar komt gebeurt het. Pim de Jong van de Wiesel Baren. Waar we volgende week de gast zijn voor het Nederlands kampioenschap.